Het is een marathon, het is geen sprint. En dat kan je zeker zeggen van het afgelopen wielerseizoen. Het was een schitterend voorjaar. We hadden een hele mooie Giro en een magnifieke tour. Maar het hoogtepunt van dat hele wielerseizoen komt er nu aan: het Super WK in Glasgow. Dat kan je alleen bespreken met een super team. Dag Dirk. Dag Max. Dag Jappen. Ja, ja. Ik ben Max en welkom bij Valsplat. Het vierde teamlid vandaag is niet alleen een supercommentator, hij was ooit ook een super ploegleider, bondscoach en super domestiek. Maar hij kon zelf ook voor winst gaan, want als je een rit wint in de Vuelta en een rit in de Ronde van België, dan ben je geen pannenkoek om het met zijn eigen woorden te zeggen. Die woorden die komen al jaren onze huiskamer binnen en verwarmen het hartje van elke wielerliefhebber. Goed eten, goed drinken, zou zomaar kunnen. Rotting. Die motor en ja, 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 zijn maar enkele van zijn onsterfelijke quotes als co-commentator voor Sporza. Als ploegleider won hij onder andere de tour en een hele lijst van klassiekers en monumenten. En als bondscoach werd hij wereldkampioen. En vandaag zit hij hier. Het is een eer om het grootste wielerdier uit het Waasland en ver daarbuiten te verwelkomen. Een ongelooflijk warm welkom, José de Kouwer. En nu graag. Ja. Nu al. Ja, José, hoe is het met u? Goed. Ja. Je hebt, een, uh, je hebt een, een lange tour gehad. Uh, ben je daar al van bekomen? Uh, ja. ja, het zou straf zijn mocht ik zeggen dat ik daar niet van bekomen ben. Iedereen ja. weet, we zaten in Brussel. Dus het was gewoon een uurtje rij, een uurtje terug. Dus ja, wat, uh, de nachten waren ook anders. Ja, <laughs> het was niet in een uh, Formule 1-hotel. Nee. Ja. Um, je hebt er al veel over gezegd, hè? je was hier. Maar hoe beleef je, hoe beleef je het anders, zo'n tour, als je, als je hier bent? Ja, helemaal. Ja. Dat is niet te beschrijven. Het, is te, het verschil is, uh, ook al heb ik dan uh, alles samen misschien 35 tours gedaan, uh, dan is het hier of daar ter plekke zijn dat dan zeggen, hier 75, daar 100. Ja ondanks alles nog een groot verschil, omdat je, je hebt die beleving niet, je, hebt, uh, je zit in een andere soort wereld. Als je telkens weer om naar huis gaat, ik sta bijvoorbeeld aan de stoplicht en er komt iemand langs mij staan en die kijkt en zoals wij allemaal doen, zo van... Wat jij hier? Echt? Dus de mensen waren verbaasd als ze jou aan het stoplicht zagen staan? Ja. Ja, ik kan het begrijpen. Het is ook anders als je niet in de karavaan zit en niet die mensen tegenkomt, waarschijnlijk. Ja, en ja, ja, er zijn etappes geweest, bijvoorbeeld met die hele warme etappe, waar ik dat helemaal niet mee had vanuit Brussel. Mm. En dat ik pas s'avonds, als ik zat te kijken naar Le Velo, of andere programma's, dat ik daar in één keer zag Renners die uitgewoond, volledig twaalf bidons gedronken, dat ik dacht van, oh, heb ik gisteren eigenlijk niet meegekregen. Ik heb er ook niet veel mm. over gezegd, terwijl ik anders daar ben en je voelt die pakkende warmte dan, dan, ga je daar, uh, dan ga je daar volledig in mee al, dan loop je zelf te puffen en dan, dan, dan zie je meer ja. We hebben hier ook al een paar keer Hannes Tahoe uh, te gast gehad en die vertelde ook van, ja, dat je er ook echt wel veel aan stoorde van ja, het, het roodboek dat dat ook niet altijd waarheidsgetrouw is dat je eigenlijk iets vertelt uh, air, en dat dat uiteindelijk toch totaal niet ja, 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 soms, je, soms staan daar dingen in die, die die helemaal te weinig belicht zijn. En zaken die dan weer, ik bedoel, een bocht is geen bocht. Hè. Elke bocht is anders. Hè. Als je van smal naar breed gaat of van breed naar smal. Dat is dezelfde bocht, maar dat maakt de wereld van verschil. Hè. Van smal naar breed kan je uitdraaien, van breed naar smal kan je niet uitdraaien. Hè. Ik bedoel, dan. dan... Ja, hè? ja, 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 dus ik snap het. Ja, we gaan hier vandaag nog eens virtueel. Door de actualiteit gaan en eh, vooruitblikken naar het WK. Maar ik zou meteen ook willen beginnen met een quote van jou, José. Um, die heeft jappen. Ja, ik heb, hem al een paar, ik heb hem al een paar keer gehoord. Ja. Van, ja, um, soms in de uitzending dan, uh, dan, dan werpt uh, Renaal zoiets op. Van ja, ik heb dat gehoord in een podcast. Um, en dan vraagt hij dan nu van ja. Luistert jezelf ook soms podcasten? Nee, Renat. ik heb wel eens een keer geluisterd naar podcasts, maar ik kan daar niets van bijleren. Dus ik ho hopelijk kunnen we u vandaag iets bijleren of gaan we iets van u leren. Ik denk dat wij vooral ja, van jou zullen gaan bijleren. Sorry, ik ben niet verkeerd begrepen? maar, maar ik, eh, waar, ik, ik, word, ik word heel veel gevraagd voor podcasts. En er zijn vaak mensen die dat echt zo amateuristisch doen, echt zo voor mijn vrienden onder elkaar. Zo. Zo. En. en eh, ja, dan heb ik zoiets, als ik dan terugkom, wat ben ik daar nu eigenlijk gaan doen? Ja. ja. Vraag ik... ik mij dan af. En, en ja. Weet je het hier al wat uh, professioneeler? Dat is een ander verhaal, ja. <laughs> er zijn misschien hier mensen die ik ken en die, die, die in de wereld inzitten. Mm -hmm. En die. Uh, ja, alles wat dat. Ik bedoel, maar je moet ook, ook begrijpen, uh, als, als ik ergens naartoe ga of ik, wil, ik kijk naar een podcast en ik wil iets bijleren. Mm -hmm. Er gaat het dan eigenlijk om. Hey, ik wil iets, iets bijleren. Dan kan ik iets bijleren op het gebied van een gevoel. Ja, zo had ik het niet, niet bekeken. Mm -hmm. of, of anders moet iets, moeten ze mij iets zeggen dat ik nog niet weet zelf. Ja. Ja. Maar ik ben wel... Allee, ik ben een van die mensen die, die als er een wiel draait... En dat, dat ligt niet ergens in een van de garages dat ik naar zit te kijken. Ja. Eigenlijk. Ja. Bedoelt, en, dan, en dat, dan hoor je of er de slag in zit. Ja, alleen. Ja, okay, wat? We, we, we hebben hier ook eens een keer uh, Dirk de Wolf over de vloer gehad. En uh, die kwam toen, ja, Sobien hier op de redactie. En ik vroeg dan zo om het ijs wat te breken: ja, uh, Heb je, je voorbereiding mee? Zo papiertjes, zoals bij ExoTime. En die keek gewoon zoiets rond: van ja, ik heb hier uh, 40 jaar ervaring. Ik kijk hier rond. Ja. Als ik naast José zit, bereid ik me voor, maar niet voor zoiets. Dus is ja, nee, 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 nee. nee, nee. Ik heb, ik heb wel. Uh, jullie hebben mij gezegd we gaan over het WK, maar ja. heb gisteravond laat toch nog een keer uh, het WK doorgenomen. Hoe en wat, hoe verbochten. en Natuurlijk, ja. Ja, ja, tuurlijk. Ja. we gaan er zo meteen, we gaan er nu aan beginnen eigenlijk. Uh, ja. En ik hoop vooral dat we heel veel van José kunnen bijleren vandaag. Er is, voordat we aan het WK beginnen, gisteren nog een andere, of het afgelopen weekend, een andere klassieker gereden. Uh, de klassieker San Sebastian was met een winnaar die al maanden niet gekoerst heeft <laughs> uh, en die daar toch alles op een hoopje gereden heeft. Ja, jij hebt het becommentarieerd, José. Hoe schat jij uh, Remco Evenepoel in? Goed, hè. Goed. Gewoon heel goed. Uh, super. Hij heeft mij... Uh... Hij heeft niet mij, maar misschien ook zichzelf verbaasd door Bilbao te kloppen in de sprint. Mm -hmm. uh, het was een klein beetje verwonderlijk dat hij Bilbao niet afreed. Ja. Dat hij ook niet geprobeerd heeft ja. om te vertrekken. Hij dat had weet precies die controle. Gewoon. Ja. Ja. Dat weet ik niet, dat weten ja. we niet. Nee, nee. We gaan ervan uit dat hij hem. Ik denk, ik denk, als hij hem kan afrijden, rijdt hij hem af en rijdt hij hem alleen naar de streep. Ja. Als hij voelt, ik krijg hem niet af, ja, dan moeten. De... Iets anders gaan toepassen natuurlijk. Ja. Maar stel, hij kreeg hem niet af, daar ga ik vanuit, want anders rijdt hij weg. Dat is mm -hmm. Remco. Ja, ik kan me voorstellen dat hij liever alleen binnenkomt dan, dan met tweeën. Maar als je dan toch moet sprinten. Uh, Oké, okay, Bilbao was nu niet direct de meest snuggere daar in dat verhaal. Remco ging op koprijden nog eens overnemen ja. binnen de kilometer. Ik dacht, ja, hij heeft het zitten. Nee, hij komt, kan van achteruit komen, niet dat hij hem dan verliest, maar hij kan van achteruit komen. Ging hij in een uh, Pele nog eens overnemen de laatste 500 meter, dan is ik van van... Ja. Gebeurt er hier. Maar ja, oké. Okay. Maar dan zijn aanzet was geweldig. En, en dat, is, uh, dat is super. Super naar de volgende, naar zijn carrière toe. Ja. Naar sprints winnen, naar bonificaties vooral. Bonificaties gericht zo. Hij heeft dat in de ronde van Catalonië tegen Roglic een paar keer een compleet fout gedaan. want anders had hij niet gewonnen. Mm -hmm. Daar? Ja. Met zijn te vroeg beginnen ja, ja, sprinten. Ja, 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 ja. Ja, want je, je, je begint te sprinten voor, voor die vier of die tien of die zes seconden bonus. Uh, ja. Je kan ook nog beginnen sprinten om hem eraf te rijden en dan bonus te nemen. En ook nog tijdsverschillen. Maar dat was daar op dat moment niet de bedoeling. Maar hij, begon, hij had gewoon zichzelf telkens overschat... En nu, ja. blijkbaar, zal er wel aan gewerkt hebben. En nu wint hij twee keer na elkaar in de sprint. Hè. De sprint ja. deux, pakt hij twee keer. Misschien niet tegen de, de aller... Ja, in nee, ja, twee keer. He, maar... Vooral ook met Segard, Die had hem echt wel volledig ja, ja, shock ja, ja. overreden, om het zo uit te drukken. Maar, maar dat leek mij tijdens het klassiekans van Sebastian ook het geval. Want je zag soms hoe snel ze reden, ja. onderaan in beeld staan. En je zag als Vlaashoff of Bilbao kwamen op kop, dan reden zo 47, 48. Remco kwam op kop en dan ging het naar 56. Ja, maar dan het is echt weg. fenomenaal. Hè. Dus ik heb... Uh... Ik heb met mensen gesproken die Lutsenko goed kenden. De vorig jaar in het WK. Vinokourov. En El... Vinokourov. Ja, ja, niet Vinokourov. Andere <laughs> mensen. En die, en die zeiden van, ja, dat is fenomenaal. Hij zegt, ik, ik reed weg met Remco. Ik was hier blij dat ik weg was. Hij vroeg voor over te nemen. Hij zegt, ik nam over en ik dacht, dat moet niet doen. Dat moet echt niet doen. Hij zegt, maar ja, ik ben Lutsenko. Ik kan toch niet... Ja, ja. Ja, ik kan ja. toch niet overnemen? We zijn nog op, andere, op een ronde van, van het einde nog meer. Ik, kan toch, ik moet toch overnemen? Hij zegt, en ik wist... Als ik nu niet overneem, kan ik misschien tweede worden. En als ik overneem, kan ik misschien niet tweede worden. Ja, ja. ja het is een, een soort van uh, arsenaal dat hij nu aan het opbouwen is, dat het lijkt allemaal groter wordt. Is daar al een zicht op een, op een plafond, denk je? Dat is, dat is moeilijk om in te schatten van een plafond. Ah afvallen, ja, maar hè? dat plafond, dat gaan we... Uh, niet nu in de Vuelta zien, uh -huh. want dat is een ander verhaal. Je zit met een, met een Vinegaard die, die de Tour gereden heeft. Is dat mm -hmm. nog de Vinegaard van de Tour? Denk ik dan niet. Uh, kan hem Roglic aan? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, <laughs> ja. dat denk ik wel. Ja, absoluut. Mm -hmm. ja. Maar alle uh, twee. Ja. Maar Pogacar en een Wienegaard in tourvorm, dat is waar we naar uitkijken. Mm. Ja. En dat is voor volgend jaar. Dat is voor cool. volgend Voilà, over, uh, over die Tour. Um, ja, ik wil eigenlijk de Tour de France Femme ook nog even bekijken. Uh, want ik denk dat dat ook een, een schitterende uh, schitteren wedstrijd geweest is. is gisteren geëindigd. Met een historische uh, tweede plaats voor Lotte Kopecky. En zes dagen in het geel. En een groene trui. En drie in de, afsluitende, uh, ja, in de derde plaats in de afsluitende tijdrit. Uh, ja, is dat de meest complete renner van de wereld, zou je zeggen? Renster. Renster. Ja, uh, ja, ja ik vind ik dat ook, wel. He? Want ik vind dat ze eigenlijk. Uh, Oké, okay, nu staat overal geschreven overal staat uh, alsof mm. dit super abnormaal is. Mm. Maar als we de Stradibianchi Bianchi bekijken mm. van een paar jaar geleden. Ja, dat was echt. Daar rijdt ze wel met een nog betere. Van Vleuten mee, een betere van Vleuten dan de uitgaven nu, om het zo uit te drukken. Uh, dus daar was hij wel de enige die daar ook de koers kon maken. En een lastige koers ook. Dus ik, om nu echt te zeggen, ik sta daar super verstomd van. Niet. Nee, ik, eigenlijk ook niemand. ik had ook al verwacht dat hij wel heel lang ging meegaan op de Tourmalet. Maar ook misschien niet zo lang. Um, maar ja, ook al hetgeen wat we wel al gezien... Maar je spreekt bij die vrouwenkoers ook ja. niet over, over klimmers in de zin van zo die weglopen en die blijven gaan en doen. Het is zitten, het is rijden en het is een meer steady state klimmen mm -hmm. dat ze doen. Dus dat past daar volledig. Dus mm -hmm. ik, ik ja. denk ik denk uh, Kopecky, ik, ik vind dat eigenlijk, dat die top 5 in de Tour bijvoorbeeld, vind ik absoluut niet buiten verwachting. Ik vind dat zelfs een goede Kopecky als je de concurrentie wie zijn de concurrentie mm -hmm. ja het is daar bovenop natuurlijk acht dagen het is iets anders dan een tour van, van drie weken hè? ik denk ook wel naar de toekomst toe dat ze die tour de femme ook wel zwaarder gaan maken en meer focus op uh, nee, Bergop rijden. Ja. Um, en dat niveau gaat ook alleen maar stijgen, denk ik. Dus ja, ik uh, kreeg dan ook gisteren al ineens een, zo'n pushbericht van denk ik, de HLN: van, kan Lotte Kopje de Tour winnen? Ineens moeten we dat ons ook allemaal gaan afvragen. Ja, maar. dat komt bij Wat van aard uit en ik ja. weet niet wat er ja, allemaal voilà, ja, maar. Voilà. Ja, ja, ja. Dus daar moeten maar. we echt ver van weg blijven. <kacht> um, maar het is, het is geweldig he, wat ja. dat ze doet. Uh, Oké, okay, ze rijdt nu op een paar te na. Wordt ze tweede, hè? ze wordt tweede met een paar onderste, nou, Dat is helemaal niet nodig geweest. We kunnen net zo goed zeggen dat ze haar daar uh, in tien seconden afgenomen hebben binnen haar eigen ploeg. Mm -hmm. en, en we moeten nu niet zeggen, nadat ze tweede geworden is, van joepie, Glo gloria, lelulia, de fouten die gebeurd zijn in de eerste vijf dagen zijn wel gebeurd. Hè? Ja. Ja, 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 ja. Sorry, hè? je moet dat nu niet meer gaan verdoezelen. Dat, ja. Ja, dat is niet... Hè? Ik zou iets willen weten, mocht uh, mocht iets doen... Mocht Vollering meemaken wat Kopecki meemaakt, ja. daar zou ik eens de reactie van willen zien. Vooral omdat zo'n Vollering, ik vind die ook altijd heel dramatisch. Het um, komt ook soms wel zo, wat zo trutig over. Ik vind die eigenlijk ook niet meer zo super, harde, harde, woorden. Super sympat, harde woorden. Super sympathiek of zo, ja, ik weet niet. Um, ja, heel veel drama. Ja, oké, okay. maar gewoon wel de beste uh, in die acht dagen, lijkt mij toch. Vollering? Ja. Uh, ja vooral omdat, we en... de, omdat uiteindelijk nu blijkt van vleuten er, er is iets gebeurd ik weet niet wat als je ja. ziet ook de stijl van ik, ik heb veel liever de stijl van vollering bergoprijden dat, ja. dat, dat soepele, dat 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 heen en ja, weer tegenover dat ja. super grote vierkante gedoe van dingen ja. wat ik dan wel niet snap wat ik dan wel niet snap dat is als ze daar op een bepaald moment met tweeën zijn of met drieën zijn dat ze dan na die afdaling gewoon niet meer rijden. Als ja. ze dan nog begint te discussiëren over, over met Van Vleuten, ze voelt toch haar benen. Ze moet ja. ook weten dat Van Vleuten heeft gansen als bij op kop gereden. En, en... Ja, ja. En zo, maak je, zo maak je jezelf niet sympathiek, natuurlijk. Hè. Ook, niet, ook niet in het peloton, denk ik. Ja. Uh, en over niet sympathiek maken gesproken, ja, uh, Danny Stam heeft hij ook niet sympathiek gemaakt uh, in de media toen uh, ja, die uh, volging is gelost. Denk de nee, nee, volle leidt Lek, lek. Ze maken le een grote fout van Kijk. geen fiets te geven. Zij ja. denkt van, ze gaan mij een fiets geven. Ze neemt daar twee drinkbussen naar ding. Ook nog een kleverje voor op haar stuur, om te kijken wanneer zo wat en, en zo hmm. moet eten. Dan neemt ze er allemaal af. En uiteindelijk krijgt ze toch haar eigen fiets. en komen ze dat wiel verwisselen. Ja. Dan moeten ze dat zien, als ze dat wiel aan het verwisselen zijn. Ze zijn al bezig die steekhaas erin te steken. Gaan ze zelf op die fiets staan terug daar ben je erover en zo. Ja, dat ja, is ja. zo'n geknuggelgedoe. Dat wil je echt niet weten. Ja, maar jij bent jij als ploegleider. Ja, wie, wie maakt daar een fout, is dat, is dat de fout? De, ja, de oftewel oftewel hadden ze moeten afspreken op voorhand. Oftewel moeten ze zeggen: van, kijk, we wisselen fiets. Wat aan mij altijd logisch lijkt. Ze ja. mm -hmm. is kopvrouw. Dus ze staat een complete fiets op het dak. Dus het is geen kwestie van. Je kan dat zo doen. En dan terugkomen. En dan vooral de, dat terugbrengen tot aan de laatste wagen, dat gebeurt altijd. En proberen verder, dat gebeurt ook. Maar het geen stand dan probeert te doen, hij mag eigenlijk ah, van geluk spreken dat die wagen die ertussen ja. zat, dat die weggaat. Ja. Als die niet weggaat, dan is er echt, echt een, een probleem. Hè. Mm -hmm. ja. ja. Maar je hebt vroeger ook wel eens een uitgestoken ja, als toegeleider. Ja, tuurlijk, tuurlijk. absoluut. Ja. <laughs> maar ik. <laughs> ik, ik was altijd, ik was de ploegleider, ik deed eigenlijk, ik was altijd heel braaf. En heel lief. En ik was altijd naar de jury toe, zo, ah, ça va, tout va bien, oui, bien sûr, pas de problème. En lief doen. En, en als er iemand voor mij kwam rijden en ik liet die rijden en ik deed, maar ik deed alleen maar foute dingen als het iets opbracht. En wat is de straks, als je tegen ze hebt uitgestoken? Uh, ja, echt, echt zoiets kunnen iets doen op het moment dat je denkt, nu, nu moet ik iets doen, want anders is, is er echt iets verloren. En als je dan iets doet, dan zegt die jury van allee, wat, wat doet hem nu? Hij zal dat niet geweten hebben, want, want hij is zo niet eigenlijk. Maar als je al die naam krijgt, als je die naam nee, al ja. hebt, als je elke dag daar de kantjes afrijdt, dan kennen ze je. En dan zeggen ze, ja, dan krijg je direct een gele kaart. Hè? Je weet wat dat gaat in de voetballen, ja, een mekkenaar of een ding en dan bam. Ja. ja, ik had iets gelezen over de Tour uh, ja, die won met Le Monde uh, 1989 dat er tijdens de tijdrit dat jij toch iets gedaan hebt met een andere volkwagen en dat er daar toch iets gebeurd is tussen, tussen de volgjaren van Post en die van jou. Ah ja, ja, ja. ja. Misschien moet je dat even uitleggen. Uh, goh ja, nee ja. We reden die tijdrit, we reden de eerste tijdrit met dat stuur, met dat, met dat, met dat triathlonstuur. Uh, en Post, ja ik had jaren bij Post gereden en die, ja, ja ik was die kleine Belg, weet je wel. En uh, bleken ze altijd tegen mij. Bleken? bleken. Ja, ja, bleken. Uh, ik had dat niet graag, maar ja. Uh, uiteindelijk kregen we daar die tijdrit en uh, Le Monde rijdt Breuking voorbij. Uh, en ik had tegen Post mij wat uitgelachen wat wij met dat triathlon sturen. Hij had een ja. mechanicien van mij, Gilbert Catoir. Uh, en, en hij zei: Gilbert, kijk, José heeft het weer hoor. Hij heeft het helemaal. Ik zei: well, Pas op als we komen straks zal rap gaan. Hè. Breuking, hè? twee minuten. Twee minuten. Breuking, de tijdrijder ook. Nee, tijdrijder, nee, hè? Ja. ja. Ik zeg, we gaan komen, hè? en post zo van, nou helemaal niet hoor. En we waren daar, hè? na 50 kilometer, lange tijd, hè, waren we daar. Ik reed langs post, maar hij had mij niet zien komen. Breuking was, Le Monde was ondertussen, Breuking al voorbij, maar hij had mij niet zien komen met een auto. Dus ik reed er langs, ik klak zo neer en ik doe om te zeggen van hé, hey, we zijn hier. Maar was ons spreken met Gilbert, met de mechanicien achteraan. Dus ja, heb ik er gewoon een paar keren tegen gereden, zo van... <laughs> het waren, was... waren auto's van de Tour, hè? Het waren... Dus dat mocht. Het waren niet onze eigen <laughs> auto's. Ja. We moest nog genoeg betalen aan de Tour. Hè? Ja, dat is gele kaart dan toch. Uh, de jury heeft daar geen spel van gemaakt. Die zeiden alleen van de kouer naar voren, achter uw renner. Ja. Ja, je zit al vijftig jaar in, de, in het wielrennen, ongeveer. Um, ik had een luisteraarsvraag van Robbe. Wat volgens jou de grootste verandering is in, uh, in het wielrennen doorheen de jaren? Wat het meest veranderd is? Voeding. Ja, mm. Eten en drinken. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar dat is echt fenomenaal. Hè? Dat is echt fenomenaal. Vroeger, toen ik, in jaren zeventig, weinig drinken. Veel drinken is niet goed. Kun je je dat voorstellen? Ja, en wat was, wat was daar de, fil ja. de filosofie achter? Maar in in ja, de periode daarvoor mocht je, eigenlijk pas, mocht je onderweg geen bevoorrading aanreiken. Hè? Want veel, als, veel drinken is niet goed. Veel ja. drinken is niet goed. Nee, niet goed, niet doen, niet doen. Maar het idee... Uh, ja, ja, wie weet dat. Uh, een bad pakken, echt in bad was ook niet goed. Water, te veel water aan je benen, was niet goed. Ah, te ja, veel was water. dat was vocht. Een, een... Ja. <clears throat> vocht op, nou de je uitging dan. Hè, uh, in de zon al zeker niet, in de zon zal liggen. Maar ja, dat is want ja. Dus wel waar. Dat is ondertussen ja. waar, Dat ja. is ondertussen waar. En eten, ja, dat was het. Uh, het eten was vlees. Mm -hmm. de, de goede, goede stijl. In de rest zat niks in. Ja, ja. ja? En ik, ik ben, ben amateurs had ik soms geen, dan kocht dan thuis een groot stuk vlees, in een grote biefstuk, met bruin brood en tomaten erbij. En ik luste dat op een bepaald moment niet meer en ik maakte mij een boterham met honing. En dan was mijn vader die was kwaad en die zei ja, geen vlees eten. Nu, nu, zal het wat zijn, zet op een boterham met honing. Als we dat bekeken, was dat al beter eigenlijk. Ja ja, 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 ja. Is het misschien ook omdat er. Ja, er zal waarschijnlijk weinig over geweten zijn. Maar... Nee, maar dat was zo de, 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 de perceptie van de mensen: vlees is. Vlees, wordt, vlees was duur. Van vlees worden, worden sterk. He, dat is. Ja. Komt van een en, beest. Ja, dat is. Ja. Ja, ja. Men ging in de. Voorhistorische uh, Olympische Spelen gingen ze een atleten ook bloed geven. Nou. Ja, de ja. He. Ja, ja. Jullie hadden s morgens biefstuk als s Morgens biefstuk, 6 uur biefstuk. Smiddags biefstuk, ja. s avonds biefstuk. Uh, s middags, <laughs> als er een, een middagetappe was, kreeg je de hesp met uh, groene bontjes, haricot vijf -vij. ja. Ja. Ah, ja. En er wat <laughs> zo... rijst bij. De, kou de koude pla van vroeger. <laughs> de Franse fritten, noemden wij dat. En dan was het s avonds weer steek. En als je, je vlees niet op had dan kwam er een verzorger voorbij en die zei, mmm, het gaat niet lang niet meer duren met het <laughs> Het gaat gedaan zijn. Ja. En dan moet je weten dat vlees, ja, hoe lang duurt het? Drie dagen tegen het eigenlijk eh, volledig uit je lichaam. Ja. Dus ja, als ik op die kamers kwam vroeger, dat was niks dan ammoniak. Stank nee. van die onderlijfjes. Dat was puur ammoniak. Dat was puur, je was jezelf gewoon aan het opeten. Hè. Dat was katabol gewerkt. En gewoon ja. spierafbraak tot en met. Ja. Je ook die renders na de tour. Er waren er veertig uit die redelijk waren. En de rest dat was gewoon allemaal volledig uitgevrongen. Dus het ging vooral over hoe dat je zelf het verwerkt. Kan, ja. je, kan je op vlees rijden? Degene die het beste vlees kon eten eigenlijk. Die ja, wild vlees en <laughs> wat, wat, wat brood en wat dingen bij. Maar ik bedoel, dat was, dat was eigenlijk. Als je dat bekijkt. Dat, dat was... Hoe gaat u gsm? Als je dat, als je dat, dat bekijkt, ja, dat was compleet, compleet fout met hetgeen dat er nu is. Als je nu zit met suikers bijvullen, 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 bijvullen. En dat werkt, hè. Dat werkt ook naar recuperatie toe, naar alles toe, dus... Ja, ja, ja. ja. ja we gaan het nodig hebben, denk ik. Uh, recuperatie, goed voedsel. de uh, morgens. Ja, we gaan het nodig hebben in Glasgow. Want dat is een, uh, een parcours om u tegen te zeggen... Um, ik zal nog heel even snel over de timing gaan. En dan is het de routeboekdienst uh, van, uh, van Jappen. Ben er iets doorgegaan? Het is tussen 3 en 13 augustus. Uh, en dan komen alle, uh, alle disciplines bijna aan bod. Hè. We hebben het WK baanwielrennen, mountainbike, BMX, Gran Fondo. Paracycling wordt er ook nog gedaan. De tijdrijden uh, enzovoort. Uh, ja, gewoon elite wegrit enzovoort. Uh, dat is heel veel, uh, José. Ja. Um, is dat een goed idee om, om alles op tien dagen te doen? Goh, dat is natuurlijk. Uh, ik, ik denk dat het op een bepaald moment qua aandacht gaat er een beetje een aandacht verslappen, denk ik. Doordat het aanbod zo groot mm -hmm. is. Maar als je het wil zien, als je liefhebber bent, eigenlijk is het wel fantastisch, natuurlijk. Het is toch goed dat ze alles hebben gezien. Ja, en, en ik denk ook wel voor, uh, voor atleten zelf ja. die daar zijn, dat die eens kunnen. Ja, kunnen alhoewel dat allemaal. Het is, wel heen, ja, alhoewel dat allemaal wel zoiets is. Vroeger was dat zo. Ja, dat is nu al op de Olympische Spelen, gaat dat ook zo zijn. Ja. Geen feestjes achteraf niet blijven. Uh, komen, <laughs> sporten, weg naar huis. En dat is in de wielender al jaren. He. Dus uh, we zijn er op de Belgische Willebond bij de jeugd al mee begonnen. Vroeger mocht de jeugd blijven. Tot de profs gereden hadden. Dat doen ze nu ook al. een meer. Rijn-US he. koers, het Zanderdaags vliegtuig op en naar huis. Um, dat naar andere venues gaan kijken, dat zal er al niet, niet meer bij zijn, denk ik. Ook toch zeker niet van. Die, die, die topsporters gaan al zeker niet naar de mountainbike gaan kijken en als ze mm -hmm. daar maar moeten gaan tijdrijden of iets anders gaan ah, ja. doen of zo. Dus mm -hmm. ja, is maar het zo, is wel mooi. Het is zo afgekeken eigenlijk hè, van het zwemmen en ja. de atletiek. Ik denk dat dat wel <coughs> ook, ook, ook vooral omdat die sporten ook wel uh, kanten natuurlijk met uh, te weinig uh, play, mm -hmm. media aandacht. Uh, maar nu ook wel een beetje jammer gewoon eigenlijk het uh, ja, het key event zit vooral in het begin. Hè. Ja. Dus dat is eigenlijk... ja, 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 ja. Het begint met de wegrit bij de mannen. Hè. Daar, ja. daar komt het op neer eigenlijk. Het begint met de wegrit bij de mannen. Um, naar, naar, uh, naar tijdrijden toe denk ik dat het. Allee, normaal gezien denk ik dat je nu meer tijdrijders zou kunnen warm maken om te rijden, omdat de tijdrit later is, mm -hmm. dan wanneer de tijdrit voor een uh, wegrit komt denk uh, ik dat renners yeah. nu meer geneigd zijn om te zeggen oké, okay, dan wil ik dat er nog wel bij pakken omdat anders is het eerst al die prikkel van die korte tijdrit dan moet je echt specifiek voor, voor, voor gaan eigenlijk natuurlijk de goeie zullen er altijd zijn ja. en doen maar ik denk dat, je, dat je, ik denk dat als render meer bereid bent om te zeggen oké, okay, ik ga die tijdrit als die na de weg komt, dan wil ik die er nog, nog wel bij pakken ja. Ja. dat wanneer ze voor de weg komt maar degene die gaan voor medailles ja, die, die zijn daar. Daar ja, valt over alle twee wel iets te zeggen, denk ik. Maar, uh, ja, ja, door... maar anderzijds is het wel zo dat iemand als Pitcock bijvoorbeeld ja. nu voor de mountainbike kiest en niet voor het WK op de weg. Ja, ja dat, is, uh, dat is een soort bepaalde dingen die hij zal hebben. We ja, willen natuurlijk nog eens misschien nog die Olympische Spelen en misschien zekerheid op winnen is misschien groter in de mountainbike dan, uh, dan op de weg, op dat parcours. Dus ja. Mm -hmm. Ja. Jij gaat er naartoe? Ja, naar Glasgow. Gelukkig. Yes. <laughs> zijn we allemaal blij om? Jazeker, yeah, yeah, denk ik. Uh, ik heb hier nog een luisteraarsvraag van, uh, van MW. Je hebt heel lang samen met Michel commentaar gegeven. <laughs> Hoe is het nu om met Renate en Karel in de commentaarkabine te zitten na zoveel jaar? Oh ja, iedereen heeft zijn, zijn stijl natuurlijk. Hè? Michel had zijn stijl. Uh, die mannen hebben ook een aparte manier van benaderen. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik, eh, ik doe vooral mijn ding. Ja. Uh, om het zo uit te drukken. Dus het uh, het het uh, maakt mij eigenlijk niet veel uit of ik dan bij Renat of, of, of met Karel met uh, of met Michel moet doen. De ene is wat rapper dan de andere. Uh, de ene is wat meer aan het uh, Bij de ene, er volgt rapper een antwoord dan bij een ander of zoiets. Dus ja, dat is een beetje voor mij aanpassen natuurlijk. Hé. Dat is logisch. Mm. Dus je krijgt een vraag, je geeft een antwoord. Komt er onmiddellijk een andere vraag of komt er een, 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 een variante op en daar ga je dan weer, weer op verder. Mm -hmm. Dus dat, dat, ja, je kan dat niet, ik kan met Renaat geen commentaar geven zoals met Michel. En met Michel al zeker niet zoals met, met Renaat, <laughs> om, om het zo uit te drukken. Ja, ja. En wat het verschil? Kan je, kan je daar de... Ja, het toeleven naar de live Er zit toch een verschil in qua... Uh, ja, alles hangt natuurlijk een beetje af hoe, uh, hoe gedreven uw compagnon de route is natuurlijk. Hè? Mm -hmm. uh, Michel was heel gedreven, super voorbereid. Uh, echt ongelooflijk voor voorbereid. Uh, ik kan niet zeggen dat Renato of anderen minder voorbereid zijn. Zeker niet. Uh, wat ik wel eens het gevolg geef, dat je 80% van je voorbereiding niet nodig hebt. Ja, ja. Wat ook soms kan leiden tot. Ja, maar ik heb alles voorbereid, ik wil er toch nog iets over zeggen. Mm -hmm. Wat soms ook niet nodig is. Nee. nee. He, want het is vooral bij de koers blijven. Ik wil vooral bij, bij de koers blijven. Natuurlijk is, is het wel enorm belangrijk als je uh, historische dingen weet van die mm -hmm. er gebeurd zijn. Dat lijkt me wel, wel belangrijk. Ik bedoel, ik um, kan me nu voorstellen als je co-commentator zou zijn en je zei 30 jaar. Ik heb bijvoorbeeld nooit een tour gereden. Uh, ik heb nog geen tien keer Alpe de West gezien. Want één keer Alpe de West zien is niet, niet genoeg. Dan heb je geen beeld van Alpe de West. Eén keer Tourmalet zien is niet genoeg. Dan heb je geen beeld van de Tourmalet. Dan, dan spreekt de anders over wie rennen. Mm -hmm. Ik bedoel. Ja, een uh, co-commentator moet altijd eigenlijk iemand zijn die in het vak gezeten heeft, denk ik. Hè? Ja, maar spreek dat... over Roger de Vlaming met een gast van 30 jaar, of spreek met mij over Roger de Vlaming en ik ga er anders over, over spreken. Ja, vertel eens. <lacht> nee, <lacht> nee ja. ik bedoel, hey, een gast van 30 jaar, die ja. kent alleen Roger de Vlaming uit de, de gazetten, ja. en hij heeft weer iets gezegd en Natuurlijk. de Vlaming, ja, wat idee heb je daar dan over? Ja. Maar als je er zelf mee gekoerst hebt en je weet wat hij gedaan heeft, dan is dat gelijk een ander verhaal. Ja, ja. Mooie woorden. Ja. ja, het is eigenlijk de spelers veranderen, maar het spel van José blijft hetzelfde. Uh, wel, ik, je zegt er net 50 jaar, maar wat is er nu veranderd in die 50 jaar? Het eten. Het eten, het eten vooral. vooral ja. Ja. Geen uh, biefstuk meer. Tactisch er nog altijd evenveel fouten als vroeger. Ja. ja. En dat plan, dat geweldige plan, dat altijd uitkomt, dat is niet waar, zeg. Dat nee. komt uit als het uitgekomen is. En dat komt niet uit als het niet uitgekomen is, hè? Ze gingen dan niet voorspellen dat, dat Pogacar door het ijs ging zakken. Hè? Nee. Waar of hoe. Men zegt wel, ja, we gingen dat doen of dat doen. Maar, maar dat, is, dat is gissen. Hè? Dat, is geen, dat is niet mathematisch zeker. Hè? Nee. We kunnen hier nog uren doorgaan, denk ik, over uh, de carrière. We, moet, we moeten wel nog heel even naar het WK gaan. We moeten naar het WK. Um, Jappe, ja. jij. Ik, ik e heb het daarnet al aangekondigd, maar nu is uw moment de gloire aangebroken. Ja. Ik ben eerst een keer door het parcours gegaan. Ja. Uh, 270 kilometer, uh, het langste WK sinds Firenze, las ik ook. Ik denk dat jij dat in onze voorbereiding had gezet, dus uh, credits. Uh, ja, iets van een 3.500 hoogtemeters. Uh, de eerste 120 kilometer... Aanloop naar het, uh, ja, naar het lokale circuit, daar hebben we al een, een langere klim in. Um, dus daar eigenlijk zit het denk ik um, iets van een 1000, uh, 1500 hoogtemeters in. Daar gaat de koers nog niet beslist worden. Maar inderdaad, op dat lokale circuit, 10 mm -hmm. rondjes van 14 kilometer. Um, elke ronde wordt er 190, van een dikke 190 hoogtemeters uh, overwonnen. Dus dan zitten we eigenlijk op 140 kilometer, 2000 hoogtemeters. Is al super zwaar, zou je denken. Op het eerste vlak zou je misschien denken niet uh, super zwaar, maar 42 bochten draaien keren echt eigenlijk een, een criterium, uh, ja, je kunt het daar een beetje mee vergelijken. Uh, ja. Dus ja. Is, ja, 42 bochten. En ook, we hebben dan eigenlijk elke, elke ronde de Monroe Street. En dat is eigenlijk ja, 200 meter, 8%. Is al, denk ik, nog twee keer niks. Maar uh, dat kunnen we misschien een beetje vergelijken met de wijnpers in Leuven. Hè. Dat is eigenlijk ook. Ja, dat is een kilometer, kilometer vier van de, van, van de, van de aankomst, Klopt ongeveer. Ja, ja. Dan ga je bij de je nog een klein next op. En pas dan ga je naar de streep. Die renners zijn er al geweest met het Europees. Mm -hmm. uh, die bochten zijn wel breed, breed. Ik bedoel, het is, het is, uh, je komt van breed banen op brede banen, mm -hmm. meestal. Oké. Okay. Vergelijk het parcours eens met, uh, met EK. In hoeverre? Och, die, die, die kniksjes die zaten daar wel in. Ja. Dus die, die, voorlaatste, die laatste zat, zat, die Montrose of wat is dat daar, mm -hmm. die zat, zat, zat er al zeker in. Maar nu krijg je, als, als de weersomstandigheden een beetje ja. gaan slecht zijn. en ze geven nu, nu voorlopig 30% kans op regen. Dat gaat, voor, dat gaat voor heel veel miserie zorgen. Als je dan uh, durft... Sturen de, in de regen. ...de juiste banden huh? hebt en de juiste druk hebt en je hebt het juiste gevoel dat je door die hmm. bochten durft gaan, dan gaan er toch bij zijn die daar extra slijtage van gaan krijgen om, uh, um, om ja, toch iets te veel in de remmen te gaan en zo. Dus je doet met een peloton dat eigenlijk niet juist is samengesteld. He, dat is niet het sterkste pel peloton van het jaar. He. Er zijn betere... Peloton samen, samen te stellen als je ziet wie wij moeten thuislaten. Ja, ja, ja. Ja, hé. ja als je ziet, de ploeg van die Italiaan is nu voorlopig nog niet bekend. Nee, ik was uh, deze ochtend ook gaan ja. kijken, er stond nog niks op. Slovenië zijn... ook nog niet, gaat Pogacar meer in of gaat hij nee, niet nee. meer in? Nee, er zijn nog veel onbekende factoren, wat we wel weten natuurlijk, is wie wij meenemen. En dat is een. Toch ook een goed gestoffeerde delegatie. De beste ja, want, ploeg die er is. Voilà, ja. Uit van Aert is benodigd, Victor Kampenaerts, Remco Evenepoel, Frison, Van Hooijdonk, Yves Lampaert, Jasper Philipsen en Jasper Stuiven. En dan heb je denk ik inderdaad de beste ploeg die er is. De beste ploeg die daar, daar rondrijdt. De Denen zijn goed. Die, die Denen, die hebben een met Spetersen en nog een paar anderen. Uh, hebben die Surenders zo, die... die <laughs> Volgens mij gaan de Belgen koersen met een systeem. Hé. Die gaan willen winnen. Uiteraard gaan, gaan die willen winnen. Maar er kunnen zeker van zijn, die Belgen, die hebben zoiets van, wij gaan dit, wij gaan zo. Die Denen... Daar weet ik het eigenlijk zo niet. Nee, ja, dat kan net is... zo goed, uh, die kunnen net zo goed vroeg beginnen, als ja. laat beginnen, als niks doen, of en wel en iets doen. Pedersen kan wachten, maar eigenlijk moet hij ook gewoon vol mee koersen, want die kan ook met iedereen aan de meet. Ja, maar als je ziet wat hij in de Tour gedaan heeft. Ja, ja, daarmee. Fenomenaal. Ja. ja. Phenomenaal. ja. ja. Ja, ik denk dat daar, daar is die Deense ploeg al voor een stuk gesmeed mm -hmm. ik denk ja, wat dat wat we wat daar de, twee, heeft... de twee grootste blokken hebben ja wat je ook hebt bij die Denen er zijn ook heel veel generatiegenoten dat elkaar ook al kennen van bij de jeugd en ik denk ook wel dat, dat, dat die ook wel echt goed overeenkomen um, dus ja die gaan denk ik ook wel echt koersen als blok maar inderdaad ja die gaan denk ik er ook vroeg aan moeten beginnen en mannetjes moeten vooruitsturen. Ja, en het, het gevaar is, het gevaar is, we hebben natuurlijk we hebben de beste ploeg, hè. we hebben een, met Remco Evenepoel, we hebben een, met Wout van Aert en we hebben Philipsen. Maar die hadden we misschien in Leuven ook, de beste ploeg. In, ja. Maar nu is het nog meer. Hè? Maar nu is er, er is al iets duidelijker geworden. In Leuven hadden we nog geen kopman. Ja. En die ja. vond ook dat hij echt kopman moest zijn en niemand anders bij hem in de buurt mocht zijn. De bondscoach ging daarin mee toen. En nu niet meer. Ja. Mm -hmm. Nu is er al iemand zijn voet tussen de deur gezet. En meer dan dat zelfs, Remco ja. onder andere. Ja. Wout van Aert was, was de kopman in Leuven. Ja. Nu, 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 hebben we, nu hebben we er drie, in principe. Maar ik vind ook, je hebt een groot verschil tussen drie kopmannen of drie potentiële winnaars. En wij hebben gewoon echt drie potentiële winnaars. Ja. Dat, is echt, dat vind ik nog het grootste verschil. Ik, heb, ik zou eigenlijk zeggen, twee kopmannen en een half. In de zin van, Wout van Aert en Remco zijn de kopmannen. Jasper... Philipsen, in dit geval, die houden we gewoon aan de kant. En die... die, ja, die Ze gaan die er niet afrijden. In zie. principe kan die de mag die de koers niet maken. De vraag is, het zou net zo goed kunnen dat hij wel de koers meemaakt, natuurlijk. Iedereen gaat ervan uit dat Jasper Philipsen in de sprint moet winnen. Maar die kan net zo goed in een, in een ontsnapping meeschuiven. Mm -hmm. Dat hij toch in een ontsnapping komt te zitten. En dat iemand anders ja, daardoor gevangen zit. Dat is het. het het zou wel eens kunnen raar, heel raar uitlopen. He. Dat, is, dat is geen simpel WK he. met drie mannen. He. Je hebt dat ooit vroeger ook meegemaakt als bondscoach. He? Niet simpel, dat is moeilijk. He. Geloof mij, he. dat lijkt heel makkelijk. Ja. Ja. Het, het WK uh, 99 Bijvoorbeeld, was het. He. He. Ja. Uh, van Peter, van Petergem, Missijf, drie kopmannen. Drie kopmannen? -Kopman, die, die had jij mee. Ja. Vier, vier kop, kop, vier kop manage, ja, ook nog potentiële mee. winnaars alle vier. Ja, maar Maria die goed was. Ja. <laughs> nee nee ja, ja. Was, die stak er echt boven, bovenuit. Wie stak er bovenuit toen. Uh, van, de, van, de van den Broek. Ja. Met twee gebroken polsen. Ja. Werd hij daar nog tien? Ja. Ja ja, ja, ja 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 Hij had eigenlijk, hij zat in de slag met u, met en u allemaal. Dat was allemaal geregeld. He. Hij had daar voor in de, in de vuelta gewerkt. of uh, Ulrich Wilteveld. Ah, ja, ja. ja, in de Vuelta gewerkt. Denk. Ah ja, de show Ja, Alles was in orde. Het was al geregeld. Maar enkel jammer ja. dat dat ene lint ja. dat aan zijn stuur bleef hangen. Ja. Maar ik bedoel, ik bedoel dat, dat WK... Dat, ja, ik, ik kijk er echt naar uit. Ik kijk er altijd naar uit. Ja. Maar nu nog meer van... Ze gaan vooral moeten, kijk, tegenkant scenario's, mannen, we gaan dit, we gaan dat, dat weten we niet allemaal. Hè? Iedereen is, is bons hmm. Remco <laughs> als eerste, Wout als tweede, Jasper Philipsen als uh, ja. derde. Zo ja. dus gaat dat spel niet werken. Hè? Geloof mij, wat doet de, als Jasper Philipsen weg of als Remco weg is met, uh, Kra, uh, met Kra Andersen? Of wat doet als hij weg is met Magnus Kort? Hij gaat uh, die niet kloppen in de sprinten. Nee. Of, en ik kan hem er ook niet afrijden dus ja. moeilijk ja. of je rijdt er met naar de streep en je denkt van, ik kan hem kloppen het kan misschien makkelijk zijn dat hij lost op dat laatste bergje maar er zijn zoveel onzekerheden plus komt daar nog eens bij dat hele overkoepelende van de ploegen hè? Ja. kijk, Jasper Philipsen heeft zich daarmee vastgereden met te zeggen van uh, ja, ik ga niet achter Mathieu rijden en Wout die schrijft en, en iedereen wordt gek hij moet zich excuseren en hij krijgt uh, alle plagen van de wereld over zich heen. Ja. Hey, doordat hij dat gezegd heeft. Wat van schrijft Sander als in de krant: vindt het wel mooi dat er 12 man van Jumbo bij zijn. Oh ja, voilà. Is toch juist hetzelfde? Dat ja. is op een andere manier gezegd. Ja, <laughs> dat leeft denk ik heel hard in zo'n. Wacht, mama, ik moet even hoesten. Want... Doe maar. <clears throat> Amai. Oké. Okay. Ja, hoe smeet jij als bondscoach dan zo'n ploeg met, met, met al die Belgen, als er allemaal ploegenbelangen meespelen? Het speelt mee. Daar kan je niet, niet omheen. Dat, dat bestaat. Ja, Laporte is daar, Wout van Aert is daar, Van Nooijdonk is daar. Stel je voor dat Van Nooijdonk achter Laporte mm. moet rijden. <laughs> dat is niet simpel, hè, mannen? Nee. Dus die dan worden je dan door dezelfde mensen. Dan moet je, zorgen, dan moet je zorgen dat er een andere Belg achter Laporte rijdt. Oh. Dat is, mm. dat is eigenlijk het belangrijkste dat er hier moet gebeuren, dat je elkaar niet in de problemen brengt. Ga nu niet naar Jasper Philipsen zitten kijken als Mathieu van der Poel gaat, hè. Nee, inderdaad, ja. Sorry. Nee. Dat is ook iets wat je ook al een keer hebt verteld, van, uh, dat de laatste ronde in de WK ineens heel veel mensen uh, renners uitzakken. Dat ze niet ja. meer kunnen. Ja, Ja, ieder. ja. 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 Ik bedoel, dat, dat ja. moet... Uh, kijk, Jasper Philipsen kan meegaan met Van der Poel. En meegaan. En meerijden. En hem kloppen. Dat kan wel. Maar niet Philipsen naar Van der Poel laten naartoe rijden met Wout van Aert en hij wil. Nee, nee. Dat is moeilijk. Dat is gewoon moeilijk. En je kan dat van Wout van Aert ook niet verlangen. Dat Wout van Aert gaat zeggen, oké, okay, Laporte is weg. Ik rijd dat gat hier dicht op Laporte. En Philip, klopt, Laporte. Mm het -hmm. enige ja. wat je kan doen is proberen om de beste renners samen te krijgen en die te laten rijden als een ploeg. Maar ja, ze komen ook maar samen een week op voorhand. Ja, maar dat is het probleem, maar je moet vooral die, die, die problemen wat ik daarnet ja. schets, die moet je proberen vermijden. Dan moet je kijken naar stuiven. Kom, kun kunt ook niet van stuiven verlangen dat je naar beter zou rijdt. Nee. Nee. Ja, het is... nee, maar anderzijds, als je dan ziet hoe dat de Fransen de voorbije jaren altijd wel daarin geslaagd zijn, ook in Leuven toen of Filip, hoe dat ze daar een blok van gemaakt hebben. Maar dat, dat hebben wij ook zo. We gaan ook een blok hebben. Dat gaat dat uh, dingen niet zijn. Het, het, uh, het punt niet zijn. Alleen in Leuven hebben we Leuven zijn gewoon grote fouten gemaakt. Ze mm -hmm. zijn achter Remco beginnen rijden als je weg was met Cosnowro, of al was dat was helemaal allemaal niet nodig achteraf bleek Remco echt wel goed te zijn. Had er veel meer in gezeten. Wij met Tim de Klerk daarop geofferd. Ik vind van als je moet beginnen rijden, is er al iets fout. Ik vind van Ooydonk, dat is goed dat hij erbij is. Dat is een geweldige renner. Heel goed, heel goed. Uh, maar we mogen die niet nodig hebben. Ja, ja inderdaad. Ja. Is de tactiek dan, wacht toch maar af. Mee? Van voor niet rijden en van achter niet rijden. Mee met de goeie. <laughs> met de goede, goede renners mee. Ja. Mannen die, die, die klaar zijn hè? en eerlijk zijn en zeggen van. Ja. Niet voor mij vandaag. En die wachten tot het, tot het verloren is. Hè? En dat zal zo net zijn voor Remco, dan voor Wout dan voor, dan voor een stuiven bijvoorbeeld, de goede stuiven dan, en of, of van, een, van een Jasper Philipsen hè? Dus eerlijk zijn en op tijd durven toegeven. Het is als bondscoach, het is niet makkelijk, daar, daar zijn we achter. Um, je krijgt ook veel kritiek als je, bondsco, als je bondscoach bent. Ja, ik denk aan 2005. En Patrick Lefevre die uh, vond dat je niet genoeg volk van Quickstep mee had. Hoe, hoe dankbaar is die rol als bondscoach eigenlijk? Op dat moment nee, niet echt dankbaar. En het straffe was, er waren twee krantengroepen in België. Hè? Nog altijd. Ja, ja. En de ene was voor Patrick en de andere was iets meer voor mij, om het zo uit te drukken. Ja, dat kon, kon echt niks goed doen op dat moment. Niks, niks, niks. Er moest gewoon meer blauw op straat. Maar ik had zelf naar Tom Bonen gebeld, die in de ronde van Spanje zat. En een paar zaken proberen, zonder hem echt te vragen, hem doen zeggen. Oh ja. Heer, zo in de zin van, ja, Verbrugge daar, die toen bij de Vijveren vijver reed. Verbruggen was gisteren niet zo goed. Nee, 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 ze zakten erdoor. Ja, toch wat rap, Ja, toch wat rap. Dingen is goed om te Mario Aerts. Ja, Mario Aerts is heel goed om Streep. Op die manier, zo, zo. en dan gewoon met ploeg gemaakt. Dus van Petegem erbij. Ik heb je meer die ploeg. Ja, van, van Petegem ja. erbij. Van Petergem had ik maanden ervoor een afspraak. Maar die, had, die was niet goed, of nog niet. Op dat moment toch niet. En op de federatie had ja, ik zei van, ik ga van Petegem meepakken. zei, maar ik gaat toch van Petegem niet meepakken, natuurlijk. Ja, maar ja. Van Petegem. Alleen, zijn Ik waarom? Zeg ah, ja, nee, nee, jongen. ja Doe maar, hè, doe maar. Hè. Maar het is, uw, het is uw ding, hè. Ah, ja, het is goed, ja. Dus ik na van Petegem... En ik zei ja en uh, je gaat er toch zijn hè? en die, die maakte zich zo echt uh, sterk zoals van Pedigam dat kan hè van we vertrouwen in mij of ja wel ja wel ja zo echt ja dat was uh... ja. en dan heeft hij, het schijnt, het hardste gereden dat hij ooit gereden heeft <laughs> in Madrid uh, wordt ja, gezegd inderdaad ik heb dat ook van renners horen zeggen die daarbij waren die zeggen daar ging geen berg af daar en die zeggen ik heb nog nooit in mijn leven zo hard moeten rijden op vlakken ja ik hoort er ook bij denk ik hè? een renner Proberen te prikkelen in, um, in voorbereiding naar een wedstrijd als ploegleider? Of als bondscoach. Uh, ja, maar toen, pas op, ik, ik heb daar iets heel raar gedaan. Uh, ik was in Madrid op donderdag, was ik daar al, en de renners zijn donderdag opgekomen. En ik ben donderdagmorgen met de eerste vlucht van Madrid naar Brussel gevlogen. Ik stond er op de luchthaven te wachten. Ze stonden er allemaal als ze nog een beetje in een, een t-shirtje van en een ander en een ander. En terwijl ze allemaal kledij, een hele koffer kledij hadden gekregen. Ik zei: Kom jongens, we gaan dat veranderen. Allemaal kledij van de, de Nationaal Ploeg. Oeh, wauw. In, dat... in de luchthaven. In de luchthaven. We okay. <laughs> zullen dat ginds wel doen. En ik was daar omdat ik wist: van, als ik daar niet ben, dan gaat daar onmiddellijk een groepje bonen met nou ja. die en die en die. En een groepje leuke mansnuiers. Uh, Doe nog vrienden, uh, mm -hmm. zo wat apart gaan. En dan is dat spel al om zeep eigenlijk. Dus ik ben daar s'morgens mijn vlucht geboekt, wat ze op de federatie niet leuk vonden, want dat kostte geen geld. Uh, toch in Brussel die mannen gewoon afhalen. En er waren mensen bij van de federatie ook. Toch die mannen gewoon afhalen om direct te zeggen: Kom, man, we gaan samen koffie drinken, we gaan samen dit, we gaan samen dat. En. Zowat zo, die, zo die groepjes, dat is, de, eigenlijk, dat is toch een beetje van alle tijden, dat hebben we nu toch wel tijd. Ja, natuurlijk, ja, ah, ja. maar dat gaat nu ook zijn. He, ah, ja. 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 Je, kunt, je kunt niet van Wout van Aert verlangen dat je niet bij Benoot en, uh, en dingen. Mm -hmm. Ik bedoel ook niet de, de slimme gewoon uithangen en te zeggen: Ja, we gaan uh, Wout van Aert bij die leggen, bij, bij stuiven leggen en die we gaan ze splitsen. Want, ja. Ja, Wout van Aert en stuiven komen we wel goed overheen. Wel ja, maar ah, ik, ik bedoel ja. maar. Je dus, ah, ja. uh, zegt juist dat je zowat met Bonen die ploeg hebt samengesteld. Denk je dat dat nu ook gebeurt? Ik dus denk, je zou ja. Sven van Toernaert gebeld hebben naar, naar Wout van Aert. Die komt van ook van supergoed. Of... Uh, meer met Wout van Aert ja. dan met Evenepoel. Omdat, en dat is ook logisch, Wout van Aert komt uit veldrijden. Alles er zonder een, ja. Is geen veldrijder meer, <laughs> maar is nog altijd veldrijder. Mm -hmm. en, en Sven van uit uiteraard ook. Dus die, die link is veel closer dan met Remco natuurlijk. Okay. Als Madrid het hoogtepunt was en Madrid de wereldtitel met Bonen, wat was dan zo het dieptepunt als bondscoach? Het dieptepunt, uh, oh ja, eigenlijk, eigenlijk het, het verlies van Chmil in Plouay. In Plouin in 2000. Ja. Ik had een rechtstreeks lijn met André Meegank en Michel Wouts. En ik, hoor, ik zit al in de afleiding en ik hoor Michel Warts roepen: Tsmiil wordt wereldkampioen, tsmiil, tsmiil. En ik kan maar met een mechanisch van ja. Yes. <laughs> en, en... 50 meter te lang. Twee seconden later. Feinstein, <laughs> uh, Feinstein, Joppen. Wat is het nu? Ik bedoel ja. Maar ik heb er nog wel een paar tegengekomen. Zo. Klopt dat vooral dat uiteindelijk de streep toen verlegd geweest is? Uh, ja, dat zou kunnen, maar ja, ik bedoel, ja, ja. ze waren er voldoende keer ze die niet verlegd onder onderweg. Zijn we er voldoende voorbij gereden om te weten waar, waar de streep was? Hè. Ja. Ja. Ik had nog een luisteraarsvraag van Loïc Tak. En ik vind die wel interessant. Uh, wie was de renner met het meeste talent waar jij hebt mee samengewerkt? Want het zijn er wel wat? Hè? Uh, misschien wel Frank van den Broek, ja. Het meeste zuivere pure talent. Ja. Ik zal het nooit weten. We zullen het nooit weten, maar uh, het is er ook nooit uitgekomen op, op die manier. Maar als je zag wat toen dat hem allemaal heeft uitgestoken <laughs> en toch nog prijzen gereden, ja, dan moet je wel enorm veel talent gaan hebben. Ja. Want ook niet echt een trainingsbeest misschien. Ja, dat is het hem juist. Hè. Ik bedoel, de dingen die hij gedaan heeft in zijn leven, de foute instelling, ik vind het daarom ook. Ik vind het zo doet jammer, eigenlijk. Hè. Uh, ik kan er eigenlijk geen supporter van zijn, ik zou er supporter van moeten zijn. Maar ik, ik vind het altijd doodjammer. Uh, dat mensen met zoveel talent, dat die dan uiteindelijk ja, door omstandigheden natuurlijk daar maar zo weinig mee doen. Als je dan weet hoe, hoe, hoe Wout van Aert werkt voor zijn vak, hoe die bezig is en er alles en nog wat. En dan zie je iemand anders die misschien meer talent heeft, maar die er vind, veel minder voor doet, dat vind ik dan altijd dood, doodjammer. Zie je zo'n renner in, in het huidige Peloton? Uh, minder en minder hm. ik, zie er, ik kan mij nu niet echt voorstellen uh, dat er zo'n mannen bij zijn die echt nee echt zo uh, nee, ja, wat Van den Broek allemaal gedaan heeft van in het begin in al zullen we maar zeggen uh, ja. ik denk dat dat soort type renners hm. ook niet meer passen in de huidige Nee, ik denk van ook de niet dat die nog kansen krijgen in een team hè. Nee, alles is zo serieus geworden de mensen die daar werken alles is, is... nee wat dat betreft heeft de wielerij wel een hele weg afgelegd ja. Zullen we dan nog heel even teruggaan naar, uh, naar dat WK? Um, om misschien eens te kijken: welk nationaal blok moeten we nu het meest vrezen? We hebben al de Denen gezegd. Is er nog, zijn er nog blokken waar we, waar we bang van moeten zijn? Ik zeg maar Frankrijk. We moeten van niemand bang hebben. Hè? Blokken denk ik eigenlijk niet. Blokken niet. Maar, maar je hebt er dus op een WK altijd één of twee bij dat je zegt: Tja, die. Van waar komt die? Zoals Girmaa ja. twee jaar geleden. Ja. Ik zou nu zeggen, uh, Mohoric, ik weet niet of die rijdt nu nog in Polen. Ik weet mm -hmm. niet wanneer dat die gaat stoppen. Die ja. gewonnen, ja. ja. Ja, die is in bloedvorm, hè. Ik bedoel, Zo'n Asgreen, zij dat niet weg, hè? Want die heeft de rit gewonnen in de Tour. die zit in die Deense ploeg. Die... die, die uh ik zie het ja. ook zo wat de laatste dagen met, met Mark Hirschi in mijn hoofd, die is ook terug ja. goed aan het rijden. Ja, We zijn klopt. die eigenlijk ook allemaal vergeten, ja. uh, ook het WK bij de Belofte won die, ook ja, een keer derde op het WK. En, uh, dus Luceico, heeft... ja. Ik heb Lucijko zien winnen, dat is ook zo'n rare, rare kwiet, die kan daar de hele dagen mee rijden. Hij zal dus wereldkampioen worden bij de Belofte, ooit, in Valkenburg, mm -hmm. maar die kan zo'n hele dag mee rijden dat die er toch nog mannen die er nog bij zijn, dat gedenkt en dat is altijd op een WK hè. <laughs> dat ja. is altijd op een WK. Kijk naar de eerste tien en er staan een naam bij of twee namen bij dat je denkt, ja, goede renner, maar die nu kan. Ja. Ik ben benieuwd naar Ben Healy. Ja. Hier, slecht weer. Ja. Parcours op zijn maat. Ja. Benieuwd. Ja. Uh, Ik... Dat zijn ook van, dat zijn van die renners... Uh, er zou je geld op durven zetten omdat ze hoog gequoteerd staan, maar je wil hier niet veel geld, niet veel geld op zetten. Maar dat kan, er zijn zo tien van die tien renners waarvan je denkt, dat zou kunnen. <laughs> maar kunnen er, ook, er kunnen er ook zeven helemaal niet bij zijn. Ja. Zo van die, van die randgevallen. En dat is een WK en dat, dat is altijd zo. Er komt een ontsnapping, je krijgt die door via de wedstrijdradio, en die en die, en dan dus, zeg uh, uh, toch voor oppassen voor deze ja. en dan heb je daar twee rondes schrik van In de derde ronde wordt die gelost. Ja. was ja. niet <laughs> nodig geweest. Ja, ja. Maar er zijn van die renners waar je niet zeker van bent. Als er een, er zijn, daar ben je, daar ben je niet zeker van, hè? Ja, nee. Ja. Komt er mee naar de meet? Je bent daar niet zeker van, hè? Als je daarmee naar de meet gaat, dan uh, moet je bang hebben, hè? Zelfs als je als amateur van de pool bent. <laughs> ja. Alleen ja, dat geeft toch als je een bepaalde, ja? Ja. Ja, de outsiders, die mannen, denk ik. Ik denk ook nog aan Matteo Jorgensen, die eigenlijk ook een enorm goede tour rijdt en die ook alles wat kan. En ik denk dat daar ook maar wel... verwacht die ook wel niet echt op dat explosieve parcours. Dat is denk ik wel minder iets voor hem. Maar ja... <laughs> maar ja, alles kan ja. op een WK. Alles kan op een WK, ja. Ja, er kan inderdaad heel veel. Er ja. kan heel veel. Dat ja. is uh, ook omdat dat... Er zit geen stramin in zoals in een ronde van Vlaanderen. In een ronde van Vlaanderen heb je de Koppenberg, mm -hmm. je hebt de, de Pater, je hebt de Kwaremond, je hebt die geëikte formules. Hier kom je op een parcours en, en met een deel renners erbij die er helemaal niet thuis horen, die zullen er dan op dat moment misschien al niet meer bij zijn, als het echt de koers is. Maar... Mm -hmm. ja, ja. Ben je van het feit dat het WK nu terug twee weken na de Tour ligt? Zoals het vroeger was? Goh... Ik, daar heb ik op zich, ja, ja. ja. We gaan misschien, um, in principe zouden we meer renners moeten hebben. Ja. Nu, voorbereid op, op de Ronde van Spanje, nog altijd de Ronde van, die, Ronde van Frankrijk gedaan. 14 dagen, dat is, zo, dat is zo net te doen. Veel langer moet dat niet zijn uh, na, na de tour. Uh, en degene die echt gemotiveerd zijn, kunnen die tour gebruiken om op balancé eigenlijk verder te gaan. Uh. Denk nu in één keer al van ja. Denk, Ik zeg zo maar iets bij Nederland. Ja. Maar ik vraag me dan af: was het niet zo'n zware tour dat het misschien te veel geweest is voor dat soort renners? Ja, maar, maar we zijn er net met over. Eten drinken, voorbereiding, alles erop en eraan. Eten drinken, hè, altijd. Nee, hè? nee, maar ze zijn zo. Ze zijn zo er zijn zoveel die die al bij al nog. Niet afgemat uit de toer komen. Die zin na een week recuperatie. met wat herstelmiddelen en wat dingen. zijn die wel terug op, op niveau. En je ziet uh, een, een hele frisse. hele frisse Remco Evenepoel. Je ziet een iets wat. kan niet zeggen uitgewoonde Bilbao. Hij blijft er wel bij. Ja. Ja, ja, ik vond ik heb dat dus ook in Duitsland gezegd. van pas op, want Bilbao. die lost niet. Nou, nee. Vlaas of lost bouw lost niet, die hangt er wel aan. Hè. Dat is de tour. Ja, kan je, want het is zo'n zo gezegde, dan kan je beter uit de tour komen. Er is nog altijd dat, uh, dat ene tikkeltje dat men nog niet kan eigenlijk onderscheiden, dat is een goede dag. Mm -hmm. Ik had een ja. goede dag. Bij hebben professoren, ze kunnen naar de maan, er is alles en nog wat. En een goede dag kan niemand voorspellen. Voorlopig. Dus het, uh, een grote ronde gereden hebben en, en toch, het ziet er niet schoon uit, vaak in het, na een grote ronde, maar je krijgt ze er wel moeilijk af. Ja. ja. Het is ook grinta misschien hè? Ze zijn weerbaarder ook... op ja, een of andere manier. Ja. ja. Je hebt de Tour gewonnen, je hebt een WK, Palmares als ploegleider, Klassiekers gewonnen. Wat is het mooiste, José? Uh, goh, vaak, vaak hangt het een beetje af met de emoties die je zelf mee beleefd hebt, natuurlijk. Hé. Hoe logisch is iets winnen? Uh, ik kan nu iets heel stom zeggen, met die, die plankaart de groene trui pakken. Uh. In de Ronde van Frankrijk zonder redwinst, die nog nooit een grote ronde had uitgereden, in die plankaart. Dat is een van de strafste dingen die ik in mijn leven gedaan heb. Omdat hij de bergen niet overkwam. Nu, nee, omdat hij gewoon geen, geen grote ronde wilde dat... rijden. Ah, ja. Die wilde na een week stink. naar huis. Ja. Die had hij helemaal geen goesting. Dat was een, een, een supercourier, om het zo uit te drukken. Maar die had gewoon geen goesting. Hoe had je, ja. je daar gehouden? Gewoon gek rustig. gemaakt. Nee, gek gemaakt. Van zijn broer Willy had de, de groene trui gewonnen. Walter had de ronde van Vlaanderen gewonnen. En hij, had, hij won elk jaar tien koersen, maar had nog nooit een grote koers gewonnen. En, en we beginnen werken. Gek gemaakt. En jij dit en jij dat. Noem hem de kleine. De kleine thuis, hè. Kleine plankaart. Ja, ja. En, en uiteindelijk ja, wint hij dan op één jaar en de ronde van Vlaanderen en de groene trui. Ik bedoel, uiteraard is die, wereld, die gele trui van Le Monde het mooiste wat ik meegemaakt heb. Ja, en met alle miserie die er was en geweest is, hè, zonder ja. geld, ploeg wil naar huis gaan, toch in koers houden en dan uiteindelijk winnen we die een tour met vier renners nog in, in Parijs. Ik bedoel, hoe kan dat? Wel ja, ik bedoel, ja. Maar elk, het zijn die emoties die je achter iets achter hebt, ja. die hele verhaal van Le Vijver daarnet, 2005, waar echt. Heel veel commotie rond was. En uiteindelijk lukt dat, lukt dat en toch. Dan, ja, Akkele nu zien, spreken we daar nog over. Ja, hey, van, ja, maar ja ik ja. had dat gezegd voor u een beetje te kloten. Zo, ja. Ja. Hey, voor u wat te Jennen en, en, en Bono moest nog geen wereldkampioen worden. Want die had nog tijd genoeg om wereldkampioen te worden. Denk het niet. Ik bedoel. Ja, je, je zei het net, die Tour van 89. Je hebt er veel uh, eigen geld in gestoken, hè? Uh, wat schulden aan overgehouden. Zou je dat opnieuw doen? Uh, nu wel. <laughs> <laughs> nu terug wel. <laughs> nu terug wel, he. alles is terug in orde. Ik bedoel, ik heb met mezelf terug rechtgezet. Uh, maar het heeft wel heel veel. Uh, ja, uh, in het gezin heeft dat heel veel uh, miserie teweeggebracht, zal ik maar zeggen. weer ja. belasting Alleen belasting en belastingen. <laughs> uh, om het zo uit te drukken. Hoe uh, ja, ik er dan nog voor zou over hebben, dat is natuurlijk een andere vraag. Maar we, zaten in, we waren aan het winnen. Hadden we nu niet gewonnen, hè? dat had dan nooit gebeurd. Mm. Maar wij, wij waren aan het winnen. Ik had er al geld tegenstoken. We hadden al van alles en nog wat gedaan met die ploeg. Uh, het jaar ervoor al. Hè? Groen en, uh, en, en Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En we waren met mond bezig. En, en uiteindelijk ging dat dan toch. En, en we winnen al ritten in die toer. We wonnen al ritten in die toer. En toen komt een soort staking tussen personeel, die, ja, die niet meer betaald werden. Die van thuis telefoons krijgen van, ja, we hebben geen geld. En... en er weer geen geld op de rekening en altijd nog beloven en beloven, tot je op een gegeven moment zeggen: ja, We gaan naar huis. Mm -hmm. ja, ik heb van jongens, kunnen naar huis gaan. Hè? De toer gaat verder. Hè? We gaan, ja, dan komt het thuis. En heb je dan geld? Nee, nog niet. Dan altijd helemaal op. Kunnen ook hier blijven en er iets mm -hmm. van maken. Dus ja, ik bedoel, dat was echt. Uh, dat emotioneel misschien... was dat uh, enorm zwaar. Mm -hmm. Dat is misschien wel je strafste toer dan, zou ik zeggen. Als je mensen toch nog daaruit. Had... Ja. Dat is... Uh... En, en als ik nu mannen zie die daar waren, renners zien die daar geweest zijn, een Plankaert of een Van Olen of, of Frank Hosten en anderen, ja, monsieur, dat, dat, dat... Ja, dat uh, tranen en door. Ja. ja schitterend. Um, <laughs> dan uh, <laughs> ga ik toch nog heel even terug naar het WK, maar alleen maar om te, om te vragen... Het is u geraden. Uh, <laughs> alleen maar om te vragen wie uh, wint er het WK... En ik ga, het heel, ik ga het heel makkelijk houden. En tegelijkertijd ook niet. Maar wie van de Belgen wint er het WK? Want we gaan gewoon chauvinistisch, mannen. We gaan nee. is anders. Philips in de sprint. Ja. Ja. Of terwijl hij achter uh, Mathieu van der Poel rijdt. In de sprint. Terk. Wat van aard. Wat van aard, zou ze? Ja. ja, Jasper. <laughs> Remco, Remco even een pool. Ja, we gaan het zien hè. Had, uh... En als je mij nu vraagt wie heeft de meeste kansen? Wie heeft de meeste kansen? De Philipsen. Denk... Goh, van harte zeker. Ik denk ook van harte. <laughs> Ik denk Remco. <laughs> ja? Ja? Want, Goh, die gaat uh... alle registers open trekken. Alle registers open trekken. Wat kan dat niet? Kan hij alle registers opentrekken. Philips zal zeker die. En Remco gaat alle registers open trekken. En als hij weg is, en de Belgen rijden niet meer. En Alaphilippe rijdt niet. En Asgreen rijdt niet. En er rijden nog een deel niet. Ja, er zijn ja, al veel andere. Ja, ja, <laughs> ja, maar. Is daar, daarom is het een voorspelling. Ik ja. ben eigenlijk wel eens benieuwd wie er eigenlijk uh, gaat meespringen. Ik denk, een genre Healy zie ik wel zo. Durven mee te gaan, maar dus kort. Ja, zomaar, ja. zeker. Ja, wat is de man in grote vorm? Um, we kunnen afkloppen op, uh, op een Belg die wint. Het gebeurt heel weinig. Twee keer na elkaar wereldkampioen worden. Ze zeggen, als je niet Peter Sagan bent, natuurlijk. Alla, Philippe. Alla, Philippe ja, dat is eigenlijk waar. Het gebeurt is... wel vaker. <laughs> ja. cool. Het gebeurt altijd. Ja, het gebeurt altijd. <laughs> voilà, dus Remco even een pool voor zijn tweede op rij. Uh, we hebben nog een eigen WK-ganger. Ja, inderdaad. Uh, Jappe, ja, ik... jij gaat ook nog naar het WK. Ja, we hadden het daar juist over, dat eigenlijk het, het grootste het, het key-event van het Super-WK is op 6 augustus, maar eigenlijk is het op 4 augustus, want dan is het WK Graaf Fondo. Goed dat jullie er nog... Uh, uh, hè, nee, al... nee, maar het is waar. Jappe gaat naar het WK Graaf uh, met 300 man aan de start. Ja, ik ben al eens uh, een keer door de startlijst provisoire gescrolld. Ik zie natuurlijk heel veel Belgen. Ik denk uh, iets van een vijftigtal. Was dat uh, dat WK waar de Weerman ook naartoe ging gaan? Ja, ja, dat in, klopt. Ja, ja maar, inderdaad. maar hij moet werken. Ja, ja. dat kan toch niet? Hè? Nee, inderdaad. Als ja. dus VRT de sportcenter is, hey, hey, dan vind ik dat die mensen. Dat snap dan ik een ook dag, niet. Dan maar nee. een dag geen weer. Hè? Ja, ja. Ja. Ja, dus, <laughs> een dag geen weer en tijdens het weer een stuk van 2K Gran Fondo. Ja. Dus ja, ben eens door, uh, inderdaad geen weerman, ik ben eens een keer door die startlijst gescrold. Heel veel Belgen, ik weet niet, 40, 50 Belgen in mijn. Uh, ik, ik heb ze hier voor me staan. Moet ik, wil ik mijn, zeggen wie, mijn, wie er mee doet? Nee, nee, nee. In, mijn, okay. in mijn age groep. Uh, misschien moet ik wel nog eens bellen met Sven van Toernout, Hoe dat we die allemaal op één lijn gaan krijgen, want dat wordt wel echt een huzarische stukje. Hallo. Of ja. Hij, zit, hij, zit, ja. hier. hij <laughs> zit hier. Ja. Ja, ja ik, uh, ik, ik slaap uh, op de kamer met uh, Vies Mattes, winnaar van het en Een vriend van mij. Hij uh, echt uh, afgelopen weken elke Grand vonden top 3, top 5 vindt die een parcours op zijn maat. Uh, eigenlijk niet. Dus je weet al in welk wiel dat je moet gaan zuigen. Inderdaad, inderdaad. Um, okay. en, vo en voor de rest, ja. Uh, zwaar is dat parcours? Het is niet zwaar. Het is eigenlijk ja, 160 kilometer en 2000 hoogte Dus het is eigenlijk zo vergelijkbaar met de Gran Fondo Slik. Um, dus dat gaat vrij snel zijn. Uh, en ik ben oh, ook koers zijn eigenlijk. Welk? Het gaat koers echt ja, zijn. Ik heb er eigenlijk echt zin in. Hm. Je gaat in je hoofd, gaat het horen je zal zeggen: het is koers. Ja, eerst het bord van een andere. Eerst het, eerst altijd eerst ja, het bord van, ja, van een andere. Pas op, he. ook niet te voorzichtig zijn. Ja, je moet zorgen dat, je, dat als je te, daar te veel mee bezig bent, kunnen kun ze ook weg zijn natuurlijk. Ja, je moet, uh, en we als gaan... je zelf niet kunt winnen, kun je er altijd nog iets aan overhouden. Voilà, dan we proberen toch ergens uh, links ja, en rechts... Een paar tussen. wielen of zo. <laughs> <laughs> Jappe, we hebben nog een klein afscheidscadeau. Uh, ja, het is te zeggen, we hebben de vorige aflevering gehoord met Jonas Rickaert, ah, ja. dat het niet slecht is om tijdens een koers, alleen, niet tijdens een koers, maar de in de voorbereiding koers, ja. van een koers, toch uh, iets kleins te drinken. Ja. dus Ik zo. heb voor u uh, voor zes halve ah, liters, ja. die ja. is uh, van en, ons. En wanneer moet ik die drinken? Ik zou zeggen, eentje ervoor en de rest daarna. Oké, okay, dat ga ik doen. Uh, en deel ze gerust. José, is dat een goed idee om toch nog iets kleins te drinken, denk je? En een, en, een, en, een, en een whisky, zoals ochtends gelijk Mike verstraten. Want ja, we zijn in Schotland. Nooit naar Schotters luisteren. Ah ja, okay, voilà. nee, zeker niet als het over, als het over wil ik. Ik ga me ook wel eens een keer wagen na de koers aan die haggis. Ik heb nog nooit gegeten. Oh. Denk José misschien al wel? Nee, nee, ik heb het gelezen. Ik ga dat, ik ga dat ook niet doen. Denk ik. Nee, ik ga het niet doen. Hey? Ja, ik weet niet, als ik daar net ook ben. Ja. Ik heb het al eens gegeten, dat is oké okay, hoor. Is okay, ah, ja. Een soort van pensachtig ding. denk Ja, Ja, dat is oké. Okay. Oké, okay, schitterend. Uh, ja, we hebben ook een giveaway uh, van, de de vorige, natuurlijk. van de vorige We moeten keer. eerst naar de vorige gaan ja. en dan komen we terug. Uh, wacht hoor, ligt dat truitje hier nog ergens? Uh, ik kan al alleszins zeggen, wie hem gewonnen heeft, dat is Matthijs Schelen. Die wint het... Dank uh, je wel. Die wint uh, dit truitje. Dat is, uh, een race worn, race uit, worn. De, uit de Tour van Jonas uh, Ricard. Ja. En Matthijs heeft dat gewonnen met een, uh, ja, een stukje uh, proza. Het is... Allez, het is het is eigenlijk een halve roman op onze Instagram-pagina, wat schreef. Terwijl Wout net die andere Wout, geklopt heeft in Saint-Gervais-les-Bains, bevindt zich een gruppetto vol Belgische renners op een kleine twee kilometer van de streep. Daar sta ik samen met enkele kameraden achter de nadarhekken geposteerd. Rihanna van Camille giert door onze muziekbox. Een zichtbaar gelukkige Jonas Ricard veert op... En legt al lachend zijn hand achter zijn oor. Hoop. Het voorbeeld van een renner die ondanks een voorbereiding vol twijfels in etappe 15 nog blij is om in de lastigste toer ooit aanwezig te zijn. Het voorbeeld van Fans die langs de kant ook gemoedelijk een toppunt kunnen beleven. Voilà. Het is gewoon. Dat is, dat is... Ja, is mooi. En ik vind Ricard op zich een geweldig verhaal. Ja, ja inderdaad. Mooi. Sterk. Ja, ja, het, is... het gaat nog beter worden nu. Dit is zijn eerste jaar. Het was niet makkelijk altijd in de Tour, maar het gaat. We gaan volgend jaar veel aan hebben, Jasper. Ja. Dat is uh, inhoud in opbouwen. Hè? Een tour uitrijden. Dat is de tweede tour ook al. Hè? Ja, ja. Ja. Uh, we hebben nog een nieuwe giveaway. Ja, inderdaad. Dan dus moet je, uh, je terug naar Japan. Ja, ik heb eigenlijk een shirt laten maken voor... Uh, ja, voor komende vrijdag. Hè. Uh, vals Plat. Met uh, Friends of Sports. Uh, branding erop. Uh, de gasten van uh, Jordana Cycling. Julia van den Brande en Dimi van den Weingaarden. hebben dat eigenlijk uh, bewerkstelligd. Dat we eigenlijk op twee weken tijd. Uh een, ja, een Belgisch shirt hebben, hè, want dat is eigenlijk, ja, eigenlijk zo dat ze dat custom. Want fan van Toernoit, waren we er geen geven. Nee, inderdaad. <laughs> bij, bij de Bond waren ze allemaal uitverkocht. Uh, dus hebben we zelf iets moeten laten maken. Uitverkocht niet, denk ik. <laughs> dus, dus hebben we zelf weer moeten koops, laten maken. De koop zullen ze wel zijn. <laughs> dus uh, het custom segment van Jordana echt uh, top. Zeker. Check. Ja. Voilà. Super. Het uh, dus is dus heel simpel. Als je die wil winnen, dan moet je gewoon. Onze, onze pagina Vastpad Podcast op Instagram volgen en dan komen de instructies. Die komen daar. Er zal een post komen waar je op moet reageren en dan kan je het daar winnen. Ja. Heel simpel. Dan kan ik je alleen nog maar heel veel succes wensen, Jappe. Uh, we gaan. Volgen? Ik kan het volgen, hè? online, toch? Ja, denk het wel. Jullie, komen jullie op het plaatselijk parcours van de, van de wegrijd ook aan? Het is eigenlijk in Perth. Het is op 100 kilometer van Glasgow. Dus zoals we oh, daar straks ook Perth. zeiden, want het is eigenlijk allemaal. <laughs> Wat zeg je? Dat is Australië. Ja, er is ook Perth. blijkbaar een Perth in uh... de, Dat is Schotland. het totaal van de Nationale Ploegers daar, denk ik. Is dat? Ja. Op 100 kilometer. van... Denk het wel. Ah, ja. Ah, ja. ja, want Perth is dichter tegen Edinburgh dan tegen. Let's go. En de start van de koers is. Oké. Okay. Voilà. Wow. Op die noot. Oké. Okay. Jappe, merci. Heel veel succes. Ja, merci. Dirk, ongelooflijk bedankt. Graag gedaan. En je uh, ziet. Heel erg bedankt dat je aanwezig was. Uh, is het nu nog voorbereiden richting WK? Of dat is gewoon afwachten? Uh, afwachten. Kijken of... Uh, ik ben altijd mijn portefeuille aan zoeken trouwens, want die ben ik kwijt voorlopig. Dus die moet ik eerst ah. nog terugvinden. <laughs> en dat zal wel lukken, denk ik. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja. Oké, okay, dus dan... Een kleine oproep voor iedereen die de portefeuille van José gevonden heeft: geef hem terug. Wij hebben zijn contactgegevens. Dat kan je gewoon via de Instagram-pagina van Valsplat. En voor iedereen die gekeken, gekeken en geluisterd heeft, uh, merci en tot na Glasgow. Als je nog niet genoeg hebt van Valsplat, dan kan je gewoon hier ergens klikken. Kan je je abonneren of gewoon naar meer afleveringen kijken. Nog niet genoeg van Friends of Sports. Dan kan je alle andere podcasts ook terugvinden door hier ergens te klikken.